Het is een gloednieuwe video en vandaag gaan we Far Cry 5 spelen. Oké, okay, dat was een goed begin van de dag. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer hebben we Grace geholpen en we worden aangevallen door een fucking vliegtuig. Ah ja, boeien. Laten we weer een leuke missie gaan doen. Eens even kijken. Laten we hier naartoe gaan. Hier zo hebben we nog niet heel veel ontdekt. Kun je even naartoe gaan en een helikopter pakken? Oh joh, we kunnen weer 300 euro verdienen. Vind ik wel sappig. Kijk, hebben we nog iets? Oh, kunnen we niks kopen. Dat vind ik wel jammer. Gaan we kijken of we nog een auto kunnen winnen. Hier, wat is dit? Oh, daar zijn we zo, joh. Ik zie wel een kwad op de kaart staan. Au. Oh, niks aan de hand hier. Against the cult. I heard they're camping out by the old bus wreck. It's not far. Howdy, partner. Okay. Ik zal even je kwad, ja. Hey, joh. Oh. Weelu, waar zijn wij? Nieuwe enemies. Wat is hier aan de hand met jou, jongen? Ja hoor. Dat wil ik ook even openen. Hoe kan dat nou niet? Nou, dan maar niet, hè. Oké. Nog eentje. En nu? Oh, we hebben nu al die missie voltooid. Krijgen we hier... We hebben hier al 300 euro voor verdiend. Jemig, man. Ja, ik ga het allemaal overslaan, want het maakt me echt niet uit wat je allemaal aan het babbelen bent. Moet ik helemaal daar naartoe? Jemig. Echt niet goed. Goh, waarom lopen we hier over? Heeft niemand gehoord, hoop ik. Wat zijn deze gekke piemel nou weer aan het doen dan? Ja, hij zit in het kidnappersbusje. Oh, ik heb hem in één keer.
Oh, ik heb een burger gered. Hoeeo. Laten we nu maar naar die purple top telecom tower gaan. Hoeeo. Wij zijn om de weg te volgen. Heeft niemand was van. Maar joh, anders gaat dit ding oploffen zo. Ik pak hem van achteren. Waar is die andere? Pak maar even een shotgun, want ik vind dat ene wapen toch niet heel fijn. Wat? Maar Kreis is gewoon hier bij mij en... Ja, we horen je wel. Goed. Hoeveel mensen zijn hier? Zou ik gewoon met de shotgun naartoe gaan? Oh, is een hond. Welu, welu. Misschien was het toch niet heel handig. Ja, jij kan ze wel even bezighouden, toch? Iemand sloop gelijk dat hele hek, man. Even kijken, kan ik hier ook ergens omhoog of zo? Oh. Vernietig. Ik heb er nog geen één gezien. Het is een beetje hoog hier, maar... Oh, hier hangt er eentje. Weer, ik ben... Hey! Is goed. Wat? Huh? Is die man allemaal... Hij heeft even spoedcursus met vliegen gedaan. Ja joh, tuurlijk. Wacht, van vier. Was heel scheef. Ja, je praat te veel. Ha ha.
Okay. Ja, en nu? Oké. Wee. Oh, daar zitten ook nog een paar mensen. Larry, jongen, wat heb je allemaal gedaan? Gekke Larry. Heb ze? Wee. Zo, die shotgun doet veel damage, jongen. Ik zweer het je, maar ik ga ook wel bijna dood. Error. Let's do this. We hebben nog een missie. Atonement is the final step before fully accepting the word of the Father into your heart. Our sins, having been finally exposed, can now be removed, freeing our souls and opening our hearts. Now the pain of atonement is measured by the severity of the sin, and thanks to your deputy, the sins of this resistance are indeed there you are. Severe. Say yes. You will all atone for what the deputy has done. You will all welcome the word of the Father into your hearts. You will all say yes. Okay. Hij is een beetje gestoord. Het zijn ook weer allemaal, maar hè. Ja, laat me er lang zijn, jongen. Holle dikzak. Wacht, liggen hier nog wat spulletjes? Nee. Er is zo'n pauper vliegtuig aan en ik kan niet eens schieten. Wee, wee! Ja, dat ging heel soepel. Dus niet. Goos, wat is dat? Help me. Oh, zij is ook dood.
Ja, lekker weer. Jongen, jongen, man. Ik ben een gekke gasexplosie. Nou ja, gaan we wel weer opnieuw, hè. Nu wel heel op de goede manier. Huh? Wat zijn dat? Hé, wat is dat? Wat is dat? Volgens mij moeten we die neerschieten. Pak hem. Dat ik hem niet heb geraakt, jongen. Wat is dat? Oh, sorry jongens, het ging per ongeluk. Er zat een mug volgens mij bij me of zo. Moet nog twee voorwerpen. Hier ligt niks. Ergens verderop lag nog wel wat. Oh, daar zijn ook mensen. Nu hem. Wat ben je nou aan het doen allemaal, jongen? Hij is dood. Wel, alles staat nu in een fik hier, zo ongeveer. Heeft hij het uitgepoept of zo? Gadverdamme. Oké, die mensen leven in ieder geval niet meer. Oh, daar moeten we nog aan doen. Ik denk dat die aalhaar ons ook wel kan aanvallen. Waarom gaat hij er niet? Begrijp jij mij niet of wat? Hier zijn mensen allemaal. Peter gaat hij gewoon weg. Ik kwam nog maar net. Oh. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh jongens. Jongens. Ja! Oh. Hij was aan het filmen. Oké, we hebben hem jongens.
Oh, volgens mij is hij een beetje boos. Maar jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hey, joe! Ik ben bij zijn eieren, ik ga hier snel weg. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou leuk, doe natuurlijk een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en op belletje te klikken. En dan zie ik je dus altijd de volgende keer.